is zaterdag. 7. Dit is de 8e. Dit is de 8e. Het is 7. Nee, het is 8 september. En ik ga jullie samen met Ian meenemen naar Cubase. Laatste, allerlaatste festival van het jaar. Ian komt later. En het is nu 2:15 en dan rond 1:15 gaan we er al heen. Dat is lekker op tijd. En dit is mijn vriend. Mijn vriend is Chinees geworden, zoals jullie zagen aan zijn ogen. Kaartje. En we hebben ook een chefkok ingehuurd voor vandaag. Wat gaat je maken voor ons? Wij gaan vandaag eten een pasta bolognese. We moeten wel goed eten natuurlijk, hè? Voordat we naar het feestje gaan. Papa, moet ik het graag zien. Met Jamie. Yummy! Zo, wat extra. Zo, we zijn er. Again. Met Timo. Eeuw, jongerendag. Kei leuk. Ja, we gaan naar Kinderpretland. Kinderpretland? Ja. Maar we hebben er heel veel zin in. Het is 8:30 en ik ben binnen. Anouk is er al. Maar we gaan fucking feesten. Netjes maat.
Maandag. En ik ben nog steeds echt super brak van Cubase. We waren volgens mij om 9 uur thuis ongeveer. En we zijn tot het einde gebleven. Super vet. Dit was echt zo'n super vet festival. Echt niet normaal. Ik heb echt heel erg genoten. En ik denk dat ik echt kan zeggen dat Cubase een van mijn favoriete feestjes is. Of in ieder geval was. Want het was ook tevens de laatste editie. Echt super jammer. Op het begin van de dag, we waren er rond 5:30. Waren we bij Rejecta geweest. Die moest om 6:30. En ja, super dikke set weer. Heel vet. We hebben Safe Hour afsluiten op de mainstage. En altijd als de zon dan opkomt. En als het weer licht wordt en je dan die vliegtuigen weer op ziet stijgen. Ik vind het zo'n, het is echt niet normaal vet gezicht. Een vet gezicht. Het is niet normaal, echt heel cool. Echt een super leuk festival. Ik kan er niet veel over zeggen. Kijk, ik
Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik ben benieuwd wat jouw favoriete moment was van Cubase. Dan zie ik je heel snel weer terug op de aftervlog. Vergeet niet te liken, te abonneren en ons Instagram te volgen natuurlijk. We weten nog niet wat het volgende feestje is, maar dat kom je heel snel te weten. Bedankt voor het kijken. Doei!